de opname ook? Welkom bij Topnames. Jesse Limmer, je bent van het Magneetfestival en er kwamen voordat we begonnen vragen over je schoenen. Hoe komt dat? Zijn je... Ja, laat ze even zien nog. Laat ze even zien. Ja. Ja, heb je altijd bijzondere schoenen aan? Is er iemand die dat weet van jou? Nou, normaal gesproken had ik vroeger altijd twee verschillende schoenen aan. Totdat ik op een gegeven moment andere mensen ook met twee verschillende schoenen zag lopen. En ik een beetje in meer corporate houding ging staan. Maar toen dacht ik, je trekt een tijdje Clarks aan. Maar nu heb ik weer over de top aan. Ja, ik ben wel een kleurrijke schoenendrager. Oké, dus dat is bekend van jou. Nou, dan weten we dat ook. Oké, maar dat raadsel in ieder geval opgehelderd. Ja, welkom bij Topnames. Zoals gezegd, jij bent van het Magneetfestival. Het Magneetfestival is een bijzonder festival. Aan de ene kant kun je zeggen, er is gewoon muziek, er is gewoon theater. Er is gewoon van alles wat we festivals kennen. Maar bij jou komt het anders tot stand. Ja, wij zijn een crowdsourced festival. De crowdsourcing op een analoge manier is eigenlijk volgens mij wel vaker gedaan. Maar wij zijn wel volgens mij in Nederland de eerste die een internet website of platform, zoals wij dat graag noemen. Maar het is een website natuurlijk die de content genereert om een festival line-up uit te vinden. In het begin werkte dat helemaal niet, maar we hebben het met Facebook Connect gekoppeld en sindsdien gaat het als een olievlek letterlijk en figuurlijk. Moet je even uitleggen, want aan de ene kant klinkt het heel erg goed, ik hou heel erg van crowdsourced dingen, aan de andere kant denk ik een festival met z'n allen samenstellen, dat kan niks worden. Maar hoe gaat het in zijn werk? Nou, mensen kunnen zelf een idee indienen, maar die moeten ze ook zelf uitvoeren. Ik denk dat daar een beetje de grens ligt van het vrijblijvende. Want wat je afspreekt, moet je ook doen. En bij ons platform kunnen mensen ideeën indienen. En ze kunnen wel stemmen, maar we kijken ook naar mensen die 7 stemmen hebben. Dus we kijken meer naar de uitvoerbaarheid en de haalbaarheid dan naar de aantal likes, zogenaamd. De aantal likes komt bij ons meer neer op natuurlijk pure promotie van ons festival. Dus je zegt eigenlijk, dus je zou kunnen zeggen, mensen doen wel voorstellen, maar uiteindelijk bepaal jij of jouw organisatie toch wat de line-up is. Niet helemaal, want je moet natuurlijk altijd de stem van het publiek naar luisteren. Dus je ziet wat heel populair is, maar er zijn gewoon ideeën die gewoon niet haalbaar zijn om financiën, of er zijn ideeën die niet haalbaar zijn door techniek, of er zijn ideeën die gewoon misplaatst zijn. En ja, er zit toch een bepaalde vorm van moderatie in. Vorig jaar hebben jullie het voor het eerst georganiseerd in Amsterdam. Ja. Is er iets in de opzet veranderd? Wat hebben jullie geleerd vorig jaar wat je nu niet nog een keer gaat doen? Zeker weten. We hebben ons dit jaar meer gefocust op het begeleiden en faciliteren. Ik had vorig jaar nog een loods van 7000 vierkante meter in de Westhavens. En die heb ik volgestouwd met decor. Uiteindelijk moet je het zelf opbouwen en ook weer zelf afbreken. En dat was leuk om het eerste jaar natuurlijk zelf alles uit de kast te halen. Om te laten zien wat je van plan bent. Maar ja, het is natuurlijk voor een crowdsourced festival veel beter als je een platform en ook een terrein biedt. Want de platform en het terrein zijn eigenlijk virtueel en fysiek hetzelfde. Je probeert de puzzelstukjes op een plek neer te leggen. En we gaan zelf geen puzzelstukjes of zo min mogelijk puzzelstukjes neerleggen. Dus op die manier denken we meer aan omdat we gaan faciliteren, waardoor we minder hoeven te tillen, maar wel meer kunnen organiseren. Vorig jaar had jij in die loods had je al die spullen staan. Je zei tegen mensen, gebruik het maar, zorg dat het weer terugkomt. Ja, maar zoiets. Er zat nogal veel werk aan wat je dit jaar niet meer wil. Nou, alles wat ik zelf wou bewaren, dat kwam beschadigd of kapot terug. En alles wat kapot kon, dat stond zo sterk in elkaar gebouwd dat we dat weer af moesten breken, maar we hebben uiteindelijk het meeste verbrand.
Want je was een... volgens mij is het heel belangrijk voor jou, de duurzaamheid. Is dat zeker, maar het vervoer van hout is tegenwoordig ook een kostbare zaak. Dus ik weet niet of je liever diesel verbrandt om iets te verplaatsen, of dat het in dezelfde oven verbrand gaat worden. Ik denk dat... Kijk, duurzaamheid is, als je plastic gaat verbranden of andere materialen, dat het niet goed is. Maar een stapel hout in de brand steken is naar mijn idee nog steeds wel een vorm van authentieke verbranding. We dwalen voor mij nu een klein beetje af, want voor de mensen die niet op het festival geweest zijn vorig jaar, ik denk dat die totaal nog steeds niet begrijpen wat we daar nou aan gaan treffen. Schets mij eens een beeld van, ik loop daar binnen op dat festival van de zomer, wat zie ik en wat gebeurt daar? Je komt binnen op het festival, althans eerst op het platform denk ik. Je ziet daar allemaal mensen die ideeën indienen. Die ideeën kunnen we omzetten tot projecten. En projecten worden fysiek uitgevoerd op het festival. Dus je hebt een stappenplan. Dat je dus eerst lid wordt en daar een idee mee kan indienen en projecten van maakt. Of wij maken dat projecten van. We denken, dit gaat door. En op die manier hebben we een soort van indeling van het festival. Dat zijn optredens, dat zijn decor, dat zijn groepjes mensen die theater of andere vormen van kunst willen laten zien. En op die manier proberen wij een dagindeling en zelfs een maandindeling te vinden om een culturele vrijplaats voor Amsterdam te zijn. Dus we zijn eigenlijk wel, we noemen het festival, maar gemeente Amsterdam heeft ons die plek gegeven omdat wij een culturele vrijplaats zijn. En proberen we proberen een plek in Amsterdam te maken als speelplaats voor mensen die iets expressief willen kunnen en laten zien. Dus als je onder een festival verstaat, zwart van de mensen allemaal dringen voor één podium om een band te zien, dat gaat bij jou niet gebeuren? Nou, we kijken hoeveel we in kunnen delen. We hebben 6 geluidsbronnen op het festival. Althans, dat is de ambitie en dat gaat ook gebeuren. Vorig jaar hadden we daar geen moeite mee om geluid op het terrein te krijgen. Het was meer zoiets van de cacophonie te lijf gaan. Hoe hou je dat onder controle? Ja, en dus we hebben nu natuurlijk van onze lessen geleerd. En we weten nu dat we heel kindvriendelijk zijn, omdat we gewoon een festivalterrein met zand hebben. En omdat we geen glaswerk hebben en geen plastic disposables. Dus we zijn op die manier heel duurzaam. En biologisch eten en biologische wijnen en drinken. En op die manier proberen wij een eerlijk festival neer te zetten. Waar mensen zelf alles kunnen doen. Als jij met een als jij dat ballon wil trappen, je neemt 30 euro ballonnen mee en je zegt ik ga ballon trappen, dan krijg je een paar consumptiebonnen en mag jij dat uitvoeren. Ja, maar op dit moment weet jij dus wel een datum, want ik zie op je website 24 augustus tot en met 16 september. Klopt. Maar wat er te zien is, daar heb jij ook nog geen idee van. Nou, we hebben het platform als mensen kijken nu. Misschien kunnen we even schakelen. Vraag even aan Wilco van de techniek of die eventjes naar de computer van Roeland kan schakelen. Ja, want dan zie je rechts de recent toegevoegde ideeën en daaronder zie je populaire ideeën. Dus misschien kunnen we eventjes langs wat van. Ja, je kan bij recente ideeën inklikken en dan zie je welke ideeën vandaag zelfs geplaatst zijn. Dit is een idee waar geen plaatje voor ingedeeld is. Dus dan komt er een automatisch plaatje. Maar we hebben dus eigenlijk een omschrijving wat mensen invullen. En op die manier misschien dat je ook op een populair idee. Dit zijn ingrediënten van een swingende band. Dit zijn populaire ideeën. Die hebben dus dan al veel likes gehad. Ja, die doen een zelfpromotie. Die gaan dus op Facebook zeggen. 287 mensen hebben dit geliked. Ja, dus in anderhalve week. Anna Kata en de Bollywood Bar. Ja, die mensen die willen een bar met eten verkopen. En we nemen natuurlijk contact met hun op. En op die manier kijken we ook of ze professioneel en wat ze beloven kunnen gaan uitvoeren. Want we kijken daar vooral naar de uitvoerbaarheid. Dat is een beetje de manier hoe wij eigenlijk allemaal ideeën verzamelen. Maar wat misschien ook interessant is, is dat we ook bijvoorbeeld vorig jaar met Stads de Oosten een pitch hebben uitgezet. Dus dat mensen op een geldbedrag kunnen gaan ideeën indienen. Dus wij zochten een chillplek. En die chillplek die zou dan voor 3000 euro uitgevoerd kunnen worden. Dus we zijn eigenlijk proberen wij een klein fonds te zijn voor mensen die creatieve uitingen proberen te bewerkstelligen op ons festival. Ja, het is crowdsourced. Is het ook crowdfunded of heb je subsidie?
Nee, wij zijn wel. We hebben een paar subsidies waar wij vorig jaar die ons gesteund hebben. En in het verleden ook Digitale Pioniers, Amsterdams Fonds voor de Kunst. Natuurlijk een subsidie uit Stadsdeel Oost. Dit jaar hebben we een veel langer traject, dus we zijn nu bezig met het afwachten van de subsidies die we wel of niet binnenkrijgen. Maar ja, met het concept wat we hebben, hebben we best wel veel kans op subsidie, maar crowdfunding, dat zijn we nu mee bezig. Ja, we hebben onder de tickets hebben een buttentje gemaakt om geld binnen te krijgen. Daar hebben twee mensen kaarten gekocht. Ja, serieus. En, tickets. Er staat dat mensen precies steunen. En dat, dan kunnen ze dus een vrijblijvende kaartje kopen voor het festival. Maar de komende weken gaan wij onze commerciële of onze financiële dingen online zetten. En ja, we zijn een lo-fi festival die het met mensenhanden proberen te realiseren. Dus, maar ja, je bent lo-fi, maar je bent tegelijkertijd zeer ambitieus. En je komt kennelijk er wel mee weg dat je naar de stadsdeel gaat. Zeg, heb je een terrein voor een maand voor me? Nou, in het verleden had ik ambities om. Ik weet niet of jullie gekeken hebben, maar 2 jaar geleden toen is mijn festival gecanceld. Ja, dat was op Timbuktu. Ja. Dat was een strop voor mij. Toen heb ik heel veel geld verloren. En toen ben ik naar Ameland. Heeft iemand mij gevraagd om daar misschien een voet aan wal te zetten. En daar was ik heel ver mee. En toen in diezelfde winter kwam Isis, de nachtburgemeester, toen naar mij toe. En die zei, Stadsdeel Oost heeft een terrein. En die willen daar een culturele vrijplaats gaan organiseren. En het liefst crowdsourced. Zoals dat... Ik heb 3 jaar geleden samen met Sepp Stam, dat is een vriend, een platform bedacht om dit uit te voeren. En op die manier zijn wij tot dat platform gekomen. En we hadden nog geen festivalterrein. Dus op die manier hebben wij via ISIS ook een terrein gekregen waar we... en eigenlijk natuurlijk via Stadsdeel Oost, die dat graag wil... om een festival daar te organiseren. Hey, wat heb jij nu? Je bent mee begonnen, het moest crowdsourced worden. Dat wilde je zelf. En de Stadsdeelraad hielp je daarin ook een klein beetje mee. Als je nu naar kijkt, wat heb je nu geleerd? Wat kan een crowd wel en wat moet je niet aan een crowd overlaten? Want de kracht van normaal gesproken, festivals en zalen, programmering... gaat eigenlijk altijd vanuit de visie... van één of meerdere personen. Ja, dat kunnen ze een paar zijn, maar je zou kunnen zeggen... meestal is er één iemand met een soort creatief directeur die ernaar kijkt. Ja, dat ben ik in dit geval. Ik heb 5 jaar lang op Lowlands een tent gehad. En ik heb ook daarvoor 4 keer Burning Man bezocht. En die combinatie van Lowlands en Burning Man... Leg even uit, Burning Man, wat is het? Sorry, ja. Burning Man is een festival in Amerika wat... eigenlijk volledig crowdsourced is zonder een platform, dus co-creatie. 3 fundamenten voor het magneetfestival zijn crowdsourcing, co-creatie en leave no trace. Leave no trace en co-creatie zijn ook op Burning Man het belangrijkste factor. Mensen nemen alles zelf mee en nemen ook alles zelf mee terug. Dat is de voorwaarde. Je neemt je vuilnis mee, je neemt je eigen water mee naar het festival. Het enige verschil is dat Burning Man volledig... ook je kan niet kopen. Dat zouden wij het liefst ook doen. Maar in Nederlands... je moet aan zoveel regels en dingen voldoen... dat je er niet aan ontkomt om ook nog... zelf een manier te moeten bedenken om dat te genereren. Het zou wel kunnen, maar dan moet je heel klein beginnen. En door die 5 jaar Lowlands... denk ik dat de magneetbar zonde was om niet door te gaan met een bepaalde houvast van publiek en ambities. Dus op die manier hebben we een grote stap genomen naar een festival wat misschien achteraf gezien wel een hele grote stap was. Want ik heb heel veel geleerd van dit proces en ik wens iedereen het allerbeste toe om dat ook te gaan doen. Is dat een variant van ik wens je veel personeel toe? Is het zoiets? Ja, ik wens je een groot festival toe? Ja, dat wel een beetje. Ja, het is echt ongelooflijk hoeveel er op je afkomt en vooral hoeveel problemen. Want daar hou je in eerste instantie niet rekening mee. Want je denkt alles natuurlijk op een hele positieve manier. Met idealistische gedachten van iedereen helpt wel. Maar ja,
We zitten ook natuurlijk in een soort van crisisachtig iets. Oh, kijk nou, ik heb hem uitvergeten te zetten. Dat maakt hier niet uit hoor, neem gewoon op, maakt niks uit. Nou, dat lijkt me niet echt logisch. Hey, maar even nog in die crowd ook. Ja? Pak zelf even mee. Ik wil daar ook op terugkomen. Ja, okay, dus want aan de ene kant snap ik het startpunt en tegelijkertijd heb ik er veel vraagtekens bij. Dus wat heb jij nou geleerd? Wat moet je wel overlaten in een setting als deze aan een crowd en wat niet? Nou, ik heb net denk ik wel gezegd dat mensen vooral wat werkt op Burning Man en wat voor ons ook werkt, is dat mensen zelf dingen kunnen neerzetten, maar ook zelf in meenemen. Dat wij faciliteren en dat wij begeleiden. En wat ik geleerd heb van vorig jaar is dat ook, omdat wij totaal tegenstrijdig zijn met de geordende, gevestigde orde, zeg maar, qua boekers en dure bands. Want een oud model in mijn hoofd dan, maar een bewezen model voor festivalrealisatie is dat mensen bands boeken. Op de line-up worden kaarten verkocht en de beleving beleefd. Maar mensen gaan daarheen en consumeren. En wat wij proberen is het publiek de artiest te laten zijn. En op die manier proberen wij gewoon, denk ik, een meer 2012 festival neer te zetten. En dat klinkt ambitieus, maar ik geloof nog steeds dat daar gewoon heel veel vraag naar is. Als je ziet wat wij nu al aan traffic hebben op ons platform en hoeveel ideeën er komen en ook wat we in social media al, vooral op Facebook dan, teweeg brengen. Ja, dat vind ik redelijk goed voor zo'n klein festival. Het leidt tot reuring, dat is duidelijk. Veel verkeer op je platform. Maar het is natuurlijk wel zo, als je op een feestje allerlei mensen plaatjes laat draaien, dan wordt het over het algemeen een puinhoop. En is er geen touw meer aan vast te knopen. Hoe zorg jij nou dat dat festival van jou tot een coherent festival wordt? Of is dat helemaal niet belangrijk voor jou? Jawel, we hebben 6 areas. Dus je verdeelt het in 6 taartpuntjes. Die 6 taartpuntjes verdeel je weer aan grotere en kleinere partijen. En die grotere en kleinere partijen, die verdelen het weer onderaan weer kleinere partijen. Waardoor je een line-up krijgt, dus van dag tot dag. Kijk, sommige mensen blijven 12 festivaldagen staan. Die doen een hele area. En daar zorg je dat daar een line-up in komt die met hun past. Dus eigenlijk wachten we eerst tot het net zoals vissen vol zit. En daarna sorteer je de vissen in bakken. Ja, maar voel jij jezelf dan toch vooral facilitator? Of ben jij leidend in het samenstellen? Nou, ik denk vooral dat we met de naam Magneetbar en het concept wat wij naar buiten brengen, proberen een doelgroep te bereiken die er eigenlijk nog niet helemaal is. Dat is natuurlijk moeilijk. Maar als je ziet wat voor respons we krijgen, denk ik dat er heel veel mensen zijn die daar ook wel behoefte aan hebben. Dat ze denken van, ja, dit is iets anders. We gaan kijken wat het is. Ja. En dat is vorig jaar gebeurd. Dus je hebt heel veel mensen gehad die maand regen getrotseerd hebben om naar ons festival te komen. Die zeggen, dit is heel tof. En waren dat mensen, want de Magneetbar kent iedereen die wel eens op Lowlands is geweest, denk ik. Waren dat mensen die je vandaar kende of was er ook veel nieuw publiek? Ik denk dat ik geluk heb, of geluk, dat ik met het know-how en ervaring en ook vooral netwerk die ik heb opgebouwd op Lowlands in de muziekscene voet aan wal heb gekregen. Dus door allianties met 3 voor 12 of met andere partijen te kunnen doen. Met Paradiso bijvoorbeeld. Of met bandjes vooral ook. Dat bijvoorbeeld Ellen ten Damme zegt, tof, ik kom ook gewoon gratis optreden. Of de Raggende Mannen, die dat vorig jaar ook gratis deden. Maar dat je dus ook op die manier, kijk, er zijn ook heel veel bandjes op dit moment die geen boekingen krijgen, maar die misschien net iets oud zijn, die uit uit de mainstream of uit de populaire, zelfs uit Twitter of niet meer gementiond worden. Of ja, dat is ongeveer het ergste wat je kunt overkomen in het leven. Denk ik. Dat is gewoon het graadmeter van nu. Ben je dood als Ben, heb je geen mention meer. Daarom een vraag van Twitter. Waar komt de naam Magneetbar vandaan? Het trekt je aan of het stoot je af. Nee, het is echt volkomen onnozel ontstaan. Het Magneetbar is ooit ontstaan op Ruigoord. En daar was ik met een vriend en ik had een caravan en een paar honderd euro drank. Ik kom uit de reclamewereld oorspronkelijk. Dus ik had in dat jaar nog wel gewoon 60.000 euro verdiend. En ik ging een paar maandjes eventjes stoppen in de zomer. Ik dacht, ik ga even niet achter mijn computer zitten. Zoals een luie reclameboy dat betaamt. En ik ben naar Ruigoord gegaan. En ik was al een paar keer op Burning Man geweest. En wij zaten in de caravan.
trok heel veel meisjes aan. Dus wij op een gegeven moment magneetbar erop gezet. En een klein barretje eraan gemaakt. Gratis drank uitdelen. En nou ja, het trekt je aan een stootje af. Het was eigenlijk gewoon een magneet voor vrouwen. En dat heeft die vriend toen pontificaal op de caravan geschreven. En ik heb in die winter het op papier gezet. En zo is het eigenlijk ontstaan. Gewoon door een reclameconcept ervan te maken. Ja. Hey, maar je bent deze richting ingegaan van het crowdsource publiek erbij te betrekken. Ja. Denk je ook niet eens af en toe van even niet naar die crowd, gewoon eventjes weer lekker zelf? Dat is ook, zorgt ook voor een gedoe. Je weet niet wat eruit komt. Je moet. Maar dat is juist leuk. Het onbekende is leuk. Het is ook een avontuur voor mensen, weet je. Burning Man, ook dan ga je erheen. Je gaat daar voor die en die en die. En je weet dat je dingen wilt zien. En uiteindelijk zie je niks daarvan en zie je nieuwe dingen. Dus it gives what you need and not what you want. Dat is een beetje ook. Je gaat voor de beleving uiteindelijk. En ik denk dat dat misschien een andere benadering is. Maar wij proberen die beleving meer als beleving neer te zetten. En niet dat je voor die ene band gaat. Je gaat gewoon naar het magneet om dat mee te maken. Ja, en dan zit je ergens in jouw geval op een verlaten zandvlakte in Amsterdam-Oost. Heerlijk. Dan blijken er aan de overkant van het water toch nog een paar mensen te wonen die ook nog last van je hebben. Ja, ja, nou ja, dat hebben we dus meegemaakt en daar zijn we nu een hele goede geluidsbedrijf hebben ingehuurd om te kijken hoe precies we de geluidssystemen neerzetten en niet dat we in één keer 7 kilo wat naar voren zetten recht tegen Durgen, tegen jouw voorgevel aan. Maar dat we net naar Pampus, net dat we naar Pampus toe richten en dat we ook de hoeken van de geluidssystemen en er zijn zoveel. Kijk, vorig jaar was het moest lukken en als iemand een geluidssysteem en content meenam, was het mooi. Was het goed. Precies, ja. Dus maar nu weten we lessons learned en we hebben meer tijd. Dus we kunnen nu gewoon nadenken over hoe we ook met de buren kunnen leven. Ja. Hey, dit programma gaat heel erg over de invloed van de digitalisering op van alles en nog wat. Je hebt van het begin af aan gezegd dat platform van ons, die website is voor ons heel belangrijk. Ja. Kun je dat eens uitleggen? Welke rol speelt de website door het jaar heen voor het festival wat een maand lang is? Zullen we hem nog even laten zien? Anders? Ja, is goed. Ja. Nou, dat is een hele mooie vraag, want het platform was, of de website in dit geval voor jou, was volledig dood tot 2 weken geleden. Hebben we ook bewust zo gedaan. We realiseren ons terdege dat we events moeten organiseren om het platform in leven te houden. En dat geldt ook voor alle social media. Zonder ontmoetingen is het een soort. Alleen online is niet genoeg? Nee, geldt toch voor de meeste dingen. Ja. Althans, mijn ervaring met social media is dat het fysiek iets moet hebben. Kijk maar naar Second Life. Dat is natuurlijk ook op een gegeven moment een beetje doodgebloed nadat iedereen elkaar als topmodel had ontmoet. En sommige, ik zag toevallig dan. Onze benadering is dat het magneetfestival het enige overlevingskans heeft als we events blijven organiseren. We hebben wel erover nagedacht om deze website. We hebben een hele basale WordPress-omgeving. Op bazaal nog steeds. We hebben natuurlijk heel veel wensen, maar nog steeds geen geld om dat verder te ontwikkelen. Maar wat we wel gedaan hebben, is dat we de onderliggende data of programmering zo gemaakt dat we er wel een multisite van zouden kunnen maken. Dus waar wij nog steeds op zoek naar zijn, is partners die zelf ook dit soort dingen willen ontwikkelen. Moet jij niet net als Ted, zeg maar. Je hebt Ted het hoofdmerk en je hebt al lokale Teds. Met jullie techniek ook lokaal dezelfde dingen kan organiseren. Nou ja, vorig jaar kwam de grootste house-organisator van Nederland hebben mij aan tafel gezeten. En andere organisaties, maar die zeggen, ja, we zijn er zelf mee bezig, we gaan het zelf ontwikkelen. Succes. Wij hebben dit met een subsidie gedaan van digitale pioniers. En we blijven het idealistische kindje en dan maar niet de ziel verkopen voor een hoofdprijs. Wij zijn nu wel bezig om met Scenes Connected in Maastricht. En ik heb dan ook gesprekken gehad met in Groningen met het Gideon Festival. Maar ja, dat zijn toch altijd weer kwesties van, ja, hun hebben geen geld, wij hebben geen geld. Hoe gaan we dat doen? En
ja, ik hoop dat we volgend jaar natuurlijk wel, of in de winter zelfs, nieuwe initiatieven. Want ja. Maar je krijgt dus een heel festival gecrowdsourced, maar je website nog niet. Daar komt misschien is dat het dat we eerst zoveel energie daarin hebben gestoken om het functioneel te maken. En dat je geen evenement hebt. Dat is de eerste 2 jaar de moeilijke factor. En dan ga je het festival organiseren. En dan krijg je ineens een hele andere productiemodus. En dan is het platform weer eventjes in de achtergrond. Maar dit jaar is het platform werkend en de ideeën stromen binnen. En nou ja, laten we eerst eens een keer een goed festival succesvol afwerken voordat we weer nieuwe ambities krijgen. En om nog even door te gaan op wat Erwin zei, als we nou die digitalisering bekijken en hoe dat impact heeft op wat jij doet, en dat is het organiseren van festivals. Als je nou eens 5 of 10 jaar vooruit kijkt, hoe ziet het festival van de toekomst eruit? Nou, ik denk dat je nu al ziet dat er heel veel festivals dit soort initiatieven op een simpelere manier invullen. Je hebt een paar jaar geleden natuurlijk Solar, waar ik zelf ook gestaan heb, die je met initiatieven beginnen waar je het zelf in kunt vullen. Waar je aan kan melden. En volgens mij zie ik overal een beetje, kan je de DJ kiezen. Vorig jaar hebben ze initiatieven gedaan. Marlboro heeft dat volgens mij in Duitsland. Ik heb natuurlijk mijn research gedaan. Maar er zijn verschillende festivals die ook zoiets doen. Maar ik heb nog nooit een platform gezien die zo ver gaat met het indienen van ideeën waar je iets kan doen dan ons platform. En Nederland is natuurlijk heel klein. Dus het zou fijn zijn als we natuurlijk een partnership met een organisatie in Duitsland of zo zouden kunnen vinden. Krijg je inmiddels aanmeldingen uit het buitenland? Nou, ik denk dat wij dat stuk te slecht ontwikkeld hebben. Dat wij bijvoorbeeld een Nederlandse website hebben. Ja. Ik heb inmiddels wel het hele concept en zo in het Engels laten vertalen. Ja, dat zijn allemaal dingen dat... het platform is dan af. En dan ga je een festival organiseren. En dan zit je met de nasleep van een festival wat geen winst heeft gemaakt om dat af te handelen. Dus ik weet niet of jij wel eens met heel veel mensen die nog geld van jou krijgen gepraat hebt. Maar dat is bij veel. Dat is al een tijdje geleden, maar dat is wel eens gebeurd. Ja, dat kost heel veel tijd. En, dus een tijdje het land verlaten. Ja. Nou ja, dat heb ik niet gedaan. Ik ben zelfs hier gebleven en in Amsterdam-Oost. Ja. Dat zijn allemaal dingen die als een start-up dan zeg maar je tegenkomt. En ik ben gewoon een doorbijter en ik stop er niet mee. Dus, dat merk ik nu, dat nu ineens weer de wind voor ons gaat werken. Want waar komt die gedrevenheid bij jou vandaan? Dat je geeft niet op, blijkbaar. Nee. Maar is dit helemaal jouw passie, dit magneet verhaal? De magneetbar, het magneetfestival? Als ik geweten had dat het dit zou worden, had ik denk ik misschien mijn twijfels gehad of ik dat wel zou willen doen. Maar ja, ik ben, wat we net zeggen, ik stop er niet mee voordat het gewoon netjes afgerond is. Of iets moois is geworden van wat ik als kunstenaar of als ondernemer heb gedroomd. Dus nu je begonnen bent, moet het ook een succes worden. Moeten is dwang. Nou, voor jou, okay. Je moet niks. De stekker gaat er niet uit. Ja. Nee, het moet wel mooi... Kijk, er zijn ook mensen die ook met je in jou geloven en die met je meegaan. En als dat er heel veel worden, dan is het wel zoiets van... Nou ja, je moet wel gewoon positief blijven in wat je doet en ook uitvoeren... Want ja, het stadsdeel gelooft erin, subsidiegevers geloven, sponsoren geloven erin, publiek is op de goede hand die snapt nu, kijk, het is in het begin een crowdsourced festival, net zoals jullie zeggen, wat is het, wat kan ik verwachten, waarom, weet je, dus ja, alles wat nieuw is, dat is eng en we zijn natuurlijk Hollandse nuchtere boeren in de klei. En kijk, in Amerika, al zou ik misschien in New York of in San Francisco dit idee hebben gelanceerd. Of zelfs vorig jaar heb ik met Larry Harvey van Burning Man, dat is de organisator van Burning Man, gesproken. En die vraagt meteen aan mij, heb je ook een business model hiervoor? Ja, en dat hebben we en daar hebben we over nagedacht. Maar ja, als er nog geen business te doen is, dan kun je die nog wel even in de kast houden. Hey,
we moeten niet vergeten eventjes te vermelden voor de mensen die nu live kijken of die dit zien voordat het donderdag is. Jij je kantoor, wij zitten in Music U in Amsterdam. Ja, jouw kantoor zit er ook. Buurtjes. Ja, en jij hebt donderdag hebben jullie hier een evenement staan. Wat gaat er donderdag hier gebeuren? Nou, we hebben in ieder geval afgesproken dat we 4 avonden hier in aanloop voor het Magneetfestival een soort van bandjesavonden gaan organiseren. Dus op donderdagavond vanaf 8 uur. En wij vragen dan aan mensen of ze willen komen optreden. En we kijken ook op het platform wie er misschien geprogrammeerd kunnen worden. En het is nu elke dag het kan nog steeds trouwens. Dat is altijd mogelijk bij ons. Maar we kijken gewoon wat er op ons platform staat en daar nodigen we beentjes op uit. Dus dat is eigenlijk, het is meer een warming-up voor het festival en ook om te kijken van wie zijn het eigenlijk. Want als je dit een half uurtje zo hoort, hè? Ik heb een zwaar respect voor wat je doet. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat je, als je denkt, en zeker vorig jaar, ik heb echt... Heb je dat filmpje gezien? Ik heb wel mijn laptop bij me. Welk filmpje? Jij hebt hier een draadloos... Nou, hij staat niet online. YouTube? Oh, hij staat niet online? Nee. Okay. Ik heb een filmpje dat ik dat het hele terrein onder het water ligt. Ja, want het regende vorig jaar. Oh, man. Dag in dag ik heb echt uit. Een paar keer gedacht, zal ik gaan kijken? En ik moet even gaan kijken. En ik dacht, nou... Ja, maar dat is dus de story of last year. Hè? Dat iedereen heeft dat tegen ons gezegd. Ja, we wouden komen, het regende. Ja. Precies. Maar voor jou is het eigenlijk, je hebt daarmee je nulpunt bereikt. Je weet veel slechter dan vorig jaar met weer. Kan het in ieder geval niet worden. Ik heb echt zoiets van, vorig jaar sliep ik in een caravan en nu ga ik een joert neerzetten. Met een kachel erin. En een badkuip. En ik ga daar een pot water op warm maken als het koud is. En dan blijkt het dit jaar natuurlijk wel weer heel heet te worden. En dan moeten we weer hele andere dingen doen. Ja, nee, het is... we hebben financieel in deze tijden, zeg maar... In deze tijden... dat het crisis is. Ik weet niet precies wat het inhoudt... Maar het helpt ons niet makkelijker. Ook met weer. En, we zijn denk ik door het diepste dal heen gegaan. En als het erger wordt, ja... Dan moeten we maar eens gaan zien wat we gaan doen met het festival. Want dan zijn de goden ons niet mee in dit geval. Ja, maar je zei, is het eerder al, de Amerikanen vragen wat is je businessmodel? Je zegt, ik heb een businessmodel, maar daar moet je eerst business voor hebben. Maar leef jij hiervan of leef jij van de lucht? Nee, ik leef niet van de lucht. Ik heb een hele lieve vriendin. En... we hebben allebei iets gekocht. Zij hebben een woonboot gekocht 14 jaar geleden. En ik heb een appartementje in Oost gekocht 10 jaar geleden. En we leven nu in mijn huis en verhuren de boot als bed and breakfast. Dus op die manier kan ik mijn vaste lasten betalen. Ja. Dus leef ik vooralsnog niet van de lucht, maar van de toerisme in Nederland. Airbnb. Ja, precies. Airbnb, ja. Ja, we hadden dit weekend nog 2 mensen van de Cirque du Soleil. Oh, ik zit een filmpje te kijken van het Magneetfestival. Ja, kijken voor filmpjes ook. Dit is de eerste keer dat we dit zo doen, een screenshare. Komt het ook bij jou bewegend binnen? Ja? Geluid zal daar niet binnenkomen, maar dat maakt op zich niet zo vaak. Dat krijg je wel binnen. Kijk, mooie dames. Ja, die magneet, hè? We zien wel in onze tekst dat we heel veel vrouwen aantrekken. Oké, dan komen de mannen vanzelf, toch? Is dat dat dacht ik ook. En de doelgroep... Praat hier met. Volksmond wordt het afvalhart genoemd. Maar afvalroos vinden we mooi. Of hardcore of art. Wat was het ook weer? Art rubbish temple, ja. En komt nou het hele magneetterrein met dit soort prullenbakken te staan? Dit is de derde. Er staan er 2 andere. En als we hiermee klaar zijn, dan is het eventjes. Hartstikke mooi weer. Ja, toen wel. Ja. Nee, het is best wel af en toe mooi geweest, maar dan waren er geen mensen. Soms dan loopt een 10 uur 's ochtends, denk je, ja. Nee, dit is aan het eind van de dag, in het eerste weekend. Ja. Toen was Lowlands. Dat was ook een beetje een fout van ons natuurlijk om tijdens Lowlands iets te gaan doen. Zullen wij ons in ieder geval voornemen om dit jaar dat doen te gaan? Dat doen we. Ja. Dat gaan doen we absoluut. Hartstikke leuk. Ja. Dankjewel, man. Jij ook. En jullie. Bedankt voor het interview. Oké, tot zover deze aflevering van Top Names.
Ik moet nou eventjes denken, want we moeten iedereen altijd bedanken. Dat doen we natuurlijk ook altijd keurig. Hè? Ten eerste natuurlijk Videobricks, die ervoor gezorgd heeft dat we deze prachtige setup hier hebben staan. Wil je die ook? Laat het ons weten. We danken Dutchview Webcasting, dat de stream bij je thuis komt. En dan zeg ik altijd, we danken Peter Hazenberg. Maar die bedanken we natuurlijk ook. Maar nu zit Wilco, en ik zit eventjes te denken, Wilco een stagiair bij ons. Die moet het de komende weken overnemen als Peter in Amerika zit. Sneldermaart was het toch, Wilco, of niet? Ja. Gelukkig, ik weet zijn achternaam nog. Die danken wij ook zeer. En Esther Gons en Marco Raaphorst voor de vormgeving. Voor wie nu live kijkt, we gaan hier zo direct natuurlijk verder. Straks praten, spreken we over peers. Iets heel anders, maar even leuk. Tot zo. Dag.